Hallo allemaal, ik ben Rutger en welkom bij mijn allereerste echte shoplog. Misschien is het ook wel meteen mijn laatste shoplog. Ik heb nog geen idee, laat even weten of jullie het leuk vinden om te zien. Misschien dat ik dat dan vaker kan doen. Maar dit is trouwens een bonusvideo. Ik ben een beetje druk. Sorry. Rust, Rutger. Dit is een bonusvideo van de 10 geboden van het shoppen. Als je die nog niet hebt gezien, kan je even op mijn hoofdkanaal kijken. Linkje staat in de beschrijving. Als je nou nog niet geabonneerd bent op dit tweede YouTube kanaal van mij, YouTube.com/Rutger, doe dat dan eventjes. Want hier post ik dus dit soort video's, extra video's. Soms bloopers, soms een vlog. Er komt van alles af en toe online. Met de nadruk op af en toe. Maar weet je, het is mijn tweede kanaal, dan mag dat. Maar ik ben dus gaan shoppen in Nijmegen. Het was echt superleuk. Ik was nog nooit in Nijmegen geweest. Echt een leuke stad. En ik kwam nog heel veel familieleden tegen. Hier even wat fotootjes. Ik ken de hele stad niet, dus ik ben gewoon een beetje gaan ronddwalen. En ik kwam als allereerst, hoe kan het ook anders, bij de Primark of Primark of Primark. Ik heb geen idee. Wat zeggen jullie? Laat het even ook weten in de reacties, want ik hoor iedereen altijd iets anders zeggen. Wat is het nou echt? Ik zeg Primark. Vind ik het beste klinken. En daar kocht ik het hemd dat ik nu aan heb. Deze. Ik weet niet eens wat erop staat. Staat er niks raars op? State. Nee, het valt mee. Die was maar 3 euro en ik dacht, het is nooit weg zo'n hemd. Ik heb er nog niet genoeg natuurlijk. Dus ik dacht, meenemen. En toen kwam ik ook nog deze tas tegen. Het is een beetje een soort van leather look. Maar ja, natuurlijk geen echt leer. Het is gewoon hartstikke plastic. Maar dat maakt niet uit. Die was 12 euro. En ik heb al wel een rugtas voor school. Maar die is gelijk zo groot. Dus als ik een dagje weg wil, dan moet ik altijd het grote ding meenemen. Deze is een stuk kleiner. Dus hier kan ik gewoon, ja, wat dingetjes in kwijt. Toen kwam ik bij Hema en ik ben al zo lang op zoek naar een lange iPhone kabel van de Hema. Want die zijn daar wat goedkoper om je iPhone op te laden. En dat is gewoon fijn bij je bed, want die standaard kabels zijn zo kort. En bij Hema hebben ze dus vrij goedkoop wat langere kabels. Alhoewel, ze hebben ze dus nooit. Dat is het hele probleem. Hij is altijd uitverkocht. Het is nog moeilijker dan een zeldzame Pokémon vangen ongeveer. Maar echt, na maanden elke Hema in en uit heb ik hem. Hij is volgens mij een meter of 2. En het is gewoon super chill. Uit mijn hoofd was die 20 euro, wat natuurlijk niet heel erg goedkoop is. Maar de officiële van Apple zijn echt iets van 30 of zelfs 40. Ik heb geen idee. Dus dat bespaart in ieder geval al iets. Toen kwam ik bij de Score. En ik was al een tijdje op zoek naar een nieuwe spijkerbroek. Gewoon een normale, neutrale blauwe. Want die ik had, die was zo baggy en veel te groot geworden. Dus ik heb een nieuwe gekocht. En dit is hem geworden. Het is een ijs van Chasin. Het is echt een slim fit model, dus ja, vrij smalle pijpjes. Ja, nou ja, goed, het is eigenlijk gewoon een blauwe spijkerbroek. Niet heel veel bijzonders over te zeggen. Nou, wel wat bijzonders. Zo dom. Tijdens het passen had ik al door dat er een knoop miste. En ik was 6 broeken tegelijk aan het passen. En uiteindelijk was ik vergeten dat degene die het beste zat, degene was waar de knoop van miste. En dus heb ik nu een spijkerbroek gekocht waar een knoop van mist. Dankjewel, Score. Had ik toch de verkeerde knoop doorgehakt. Had ik echt een andere broek moeten halen. Daarom zitten trouwens de labels er ook nog op. Dat hoort niet hoor. Maar ik dacht misschien dat ik hem terug kan brengen of zo. Of I don't know. Dat ik een knoop kan krijgen. Ik hoop het. Want dit is natuurlijk helemaal ruk. Toen kwam ik bij de Sting. Ik heb er geen tasje meer van, want ik had een Score tasje. En ik ben zo milieubewust dat ik zei, nee, dat past hier wel in. En daar heb ik zwembroeken gehaald. Althans, deze had ik een tijdje terug al gehaald. Een hele schattige met schelpjes, kwalletjes en andere dingen. En toen zag ik ook nog deze, gewoon fel oranje met wat blauwe accenten. En ik dacht, ja, als je een beetje bruin bent van de zomer hopelijk, dan staat die vast wel leuk. En ze waren volgens mij allebei 30 euro. Dus niet heel erg goedkoop, maar ze zijn wel erg leuk en mooi, vind ik. En toen kwam ik langs Douglas en ik was eigenlijk totaal niet van plan om een luchtje te kopen, maar mijne, die ik altijd heb, is bijna op. En toen hadden ze dus een actie met 25% korting. Dus ik dacht, ik kan het beste gewoon nu alvast kopen, want dan scheelt dat gewoon best wel wat geld. En je hebt al in de 10 geboden video kunnen zien dat ik het gewoon heb laten inpakken, want het is een cadeautje voor mezelf. En ik ga het nu uitpakken. Kan ik laten zien wat nou mijn favoriete luchtje is. Zo, hup, open. Namelijk Dior Cologne. Het is een beetje, ik zie nu dat het een beetje overbelicht is, maar goed, hij heet Dior Cologne en hij is echt heerlijk. Ik ben echt totaal niet goed in het omschrijven van geuren en helaas is er geen reuk YouTube nog. Maar het is het beste te omschrijven als een soort anti-muggenspray, dus een beetje citroenachtig, maar dan heel erg lekker. Dat klinkt natuurlijk totaal niet aantrekkelijk, maar ik zou zeggen, ruik deze een keer in de winkel, hij is echt heel erg lekker. Het is wel een vrij dure parfum, want ja, Dior is eenmaal duur. Maar met die korting was het op zich nog wel te doen. Dus heel erg blij mee. Tot slot heb ik nog wat armbanden gehaald bij de New Yorker. En het is een hele set van een stuk of 6. Die liggen ergens beneden. Maar dit zijn er dan 2 van die setten. En het waren allemaal zwarte. En deze, die had ik al. Die is van de H&M. En ik vind het de laatste tijd wel leuk om armbanden te dragen. Ik heb ineens een soort armbanden kick. En ik wil eigenlijk nog een wat grotere, grovere leren kopen, denk ik. Ook zwart.
Maar wie weet dat jullie die in mijn volgende shoplog zien. Nogmaals, ik heb geen idee of jullie het boeiend vinden. Aan de andere kant, ik kijk ook wel eens een shoplog van een meisje. Het is niet dat ik die kleren ga kopen of zo, maar ik vind het gewoon gezellig om te kijken. Dus wie weet, vond je dit ook leuk om te zien? Doe dan vooral even een duimpje omhoog. Dan kan ik even checken of jullie het leuk vonden om af en toe zoiets op mijn tweede kanaal te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer. Maar tot die tijd, stay fearless. Doei!